Ik heb heel veel hobby's. Ik vermaak me uitstekend. In 1977, dus vorige eeuw, heb ik een dochter gekregen. En die dochter, allemaal helemaal perfect, maar ik werd depressief na die tijd. Ik kon niets, kreeg niks uit mijn vingers. Mijn man heeft mij ontzettend geholpen, maar die begreep er helemaal niks van. Zo van, oh, nou, dit is een postnatale depressie. En dat ging gewoon door in de loop van de jaren dat ik me eigenlijk niet prettig voelde. Na een tweede kind was er weer een keertje een depressie. Maar goed, daar ben ik gevoelig voor, dacht ik dan. Nou, jammer dan, gaat het weer over. Heel lang depressief geweest, toch eigenlijk wel ook wel antidepressiva geslikt. Maar nooit aan de schildklier gedacht. En als ik dat wel had gedaan, dan had ik geweten dat een familie van mijn vader en familie van mijn moeder allebei een schildklierprobleem hadden. Maar dat wist ik toen nog niet, dus ik ben helemaal onvoorbereid deze weg gegaan. Tot ik op een gegeven moment heel veel pijn in mijn lijf kreeg. Ik herinner me nog dat ik in 1986, weet ik nog precies, bij mijn huisarts ben geweest. En die zei, want ik had zo'n last van mijn keel. Ik kon moeilijk slikken en zo'n brok in je keel. Zo van dat. En toen ben ik naar de huisarts gegaan. Ik heb tegen hem gezegd van, Ik kan moeilijk slikken. Ik vind het gewoon heel erg lastig. En wilt u eens kijken? Nou, hij heeft gekeken. En hij zei tegen mij van, volgens mij is dit een globusgevoel. Het komt wel vaker voor. En ik raad je aan om niet zoveel meer te slikken. Ik denk, hoezo niet zoveel meer te slikken? Hij bedoelde waarschijnlijk dat ik, als iemand wat tegen mij zei of er iemand iets voor mij deed, dat ik dat niet moest slikken of niet moest pikken, dat ik assertiever moest worden. Dus dat hele globusgevoel heeft hij helemaal tussen mijn oren gezet en achteraf was dat heel vervelend. En dat klopte gewoon niet. Maar ik was inderdaad niet assertief genoeg, want als ik had tegen hem had gezegd in 1986, ik wil graag verder onderzoek, dan had hij dat misschien wel gedaan. En het is natuurlijk ook zo dat ik al heel lang klachten had gehad. En die klachten, die achteraf konden die bij de schildklier horen, maar dat wist ik toen nog niet. Want wij wisten gewoon niet veel wat er gebeurde. En als niemand jou op het spoor zet van, oh, het zal de schildklier willen zijn. En niemand gaat je bloed prikken om te constateren dat het inderdaad zo is. Ja, wat moet je dan? Maar ik heb een heel stuk van mijn leven heb ik gewoon last gehad van een schildklier die niet goed werkte. Ontzettend veel pijn in mijn lijf. En dan ben ik mee naar de huisarts gegaan. En die huisarts die heeft mij gewoon naar de reumatoloog toegestuurd. Zo van, nou, laat maar eens even kijken. En misschien is het zo dat je reuma hebt. Dan moet een reumatoloog maar eens even bekijken. Dat kan ik niet. Nou, oké, klaar, reumatoloog. Overal prikken, ja, dat zijn wel hele gevoelige plekjes allemaal. En u hebt vast fibromyalgie. Nou, daar ga ik dan vanuit dat ik fibromyalgie heb. Maar toen ik fibromyalgie zogenaamd zou hebben, dan zou ik wat tegen kunnen doen. Ik moest, hoe heet dat, allerlei dingen gedoseerd doen, niet te lang achter elkaar, op tijd pauze. Nou, ik heb het heel netjes gedaan. Wat ze tegen mij zeiden van, het is heel leuk om leuke dingen te doen, maar als je heel lang achter elkaar iets leuks doet, dan blijft het niet leuk. Nou, oké. Dus ik heb geprobeerd om dat wat aan te doen. Dat is me echt niet gelukt, want na een jaar had ik nog steeds pijn en ik was nog steeds moe en ik begreep er helemaal niks van. Ben ik teruggegaan naar de huisarts en ik zeg, er klopt niks van. Wil je nog eens een keer verder kijken? En toen zei hij pas, ik ga je prikken op schildklier. Nou, en toen kwam het eruit. Het was helemaal echt slecht met de schildklier. Hij deed niks meer. Hele hoge waardes. En dan ben ik eigenlijk meteen toch wel redelijk hoog ingesteld. Maar het heeft nog heel lang geduurd voordat er wat verbetering in kwam. En ik wil nog steeds zeggen dat
het nog steeds niet lekker is. Ik kan me niet voorstellen dat iedereen zich zo voelt die gewoon normaal goed ingesteld is. Maar er zijn heel veel restdingen. En daar heb ik nu nog last van. Maar ik heb nu pillen en het voelt beter. Maar ik had het nog wel graag nog beter gewild. Want het heeft een heel stuk van mijn leven heeft het beïnvloed. Hoe kan ik aan iemand uitleggen wat Hashimoto is? Nou, ik denk dat het allerbelangrijkste is dat je weet dat je vaak heel erg vermoeid bent. En dat kun je, 's morgens word je wakker en dan denk je, oh, niks aan de hand. Maar in de loop van de dag is het in één keer over, uit. Nou, en dan kun je niks anders doen als gaan liggen, gaan slapen. En in mijn geval word ik dan wel goed wakker. En anders al, weet ik niet. Maar die plotselinge vermoeidheid, dat is een hele lastige. Daar kun je geen pijl op trekken, want het gebeurt je. En je kunt er niks mee. Het is nu nog heel erg lastig om me te concentreren. Op zich gaat mijn lijf slecht, maar mijn hoofd gaat ook af en toe heel erg slecht. Ik kan soms niet uit mijn woorden komen. Dat zal je af en toe ook wel eens merken. Dat ik helemaal moet denken welk woord ik moet gebruiken. Zo van, goed, ik zit op iets met twee wielen en een fietsbel. Hoe heet zo'n ding? Een fiets, ja. Je komt niet uit je woorden. Je moet heel erg nadenken wat je wil gaan zeggen. Heel erg nadenken als je iets goed moet onthouden. Je vergeet heel veel. En dat zijn dingen die horen erbij. Tenminste voor mij. Het hoeft niet voor iedereen, maar voor mij horen ze erbij. En ik ben zelfs wel eens bang geweest dat mijn geheugen heel slecht was. Denk ik, word vast dement. Maar want dat valt wel mee, want dat is dementie zo af en toe en soms ook helemaal niet. Dus dat scheelt. Dus ik ben niet zo bang meer, maar het is wel ontzettend vervelend. Ik ben wel verschillende keren bij een huisarts geweest voor antidepressiva, voor lichamelijke klachten, zoals dat globusgevoel. Maar dat werd altijd op de psyche geworpen en was eigenlijk lichamelijk niks aan de hand. Alleen, er werd helemaal niet gekeken of er lichamelijk wat aan de hand was. Alleen uiterlijk, maar niet via bloed werd niet gekeken. Ik kan natuurlijk niet bewijzen dat ik toen al een schildklierziekte had. Dat weet ik helemaal niet. Het is niet geconstateerd. Maar ik heb wel de last daarvan gehad. En ik heb eigenlijk heel erg aan mezelf getwijfeld. Omdat er elke keer tegen je gezegd wordt, zit tussen je oren hoor. Dus dan kun je er ook niks aan doen. Je bent niet assertief genoeg of om te vragen om een second opinion of ja, noem maar wat. Dat was ook niet de gewoonte. Ik wist ook niet dat het bij mij in de familie voorkwam. Als ik dat had geweten, dan had ik vast wel eerder aan de bel getrokken en was ik assertiever geweest, maar dat heb ik niet gedaan. En ja, dat heeft toch een heel stuk van mijn leven heeft dat beïnvloed qua gein, voor plezier in het leven, voor energie in allerlei dingen ondernemen. En dat vind ik achteraf wel heel, 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 heel jammer. En kan je je voorstellen dat het heel belangrijk is dat mensen die klachten hebben die op de schildklier betrekking zouden hebben, dat die veel eerder naar de arts moeten gaan. En dat zo'n arts niet moet zeggen van, eerst aan de oren denken, maar denk even aan een bloedprikken en een schildklier. Dan is het zoveel vervelende dingen zijn er weg in één keer. Dan kun je gewoon door met je leven. Hoe beperkt je ook bent, maar je weet wat er aan de hand is en het ligt niet aan jou. Maar wel in die stomme klier. Ik vind het wel een beetje lastig om achteraf te zeggen wat voor impact het op mijn leven heeft gehad. Maar omdat ik er natuurlijk ook helemaal aan gewend ben. Hè? Zo van, ik weet niet. Ik weet niet hoe het was geweest als het anders was gelopen. Maar ik weet
toen mijn kinderen klein waren, dat ik af en toe gewoon even niks, even niet, ik ben moe, laat me met rust. Dat zijn hele vervelende dingen, want je denkt, nou, dit klopt niet, hè, dit klopt niet. Maar goed, iedereen heeft me met rust gelaten. Ik heb een man die vreselijk lief is en alles me uit de handen neemt, dus dat mag hij ook wel eens horen. Ja. dat meen ik echt hoor, want als hij ook niet had begrepen wat er aan de hand was, heeft hij niet altijd natuurlijk, maar als hij zich van mij had afgekeerd van nou dat gezeur, het zit tussen de oren en ze is gewoon lui, dan was dat heel anders gelopen en nu nog steeds, hij helpt me vreselijk goed. En hij is heel lief en hij ziet gewoon als ik een verkeerde dag heb, want die heb ik best eens een keertje. Wat heeft die schildklierziekte nou met mijn hoofd gedaan, denk ik. Ik weet het niet zeker. Maar ik denk dat ik al jaren, depressief is zo'n zwaar woord, maar niet lekker in mijn vel heb gezeten. Ik was gauw moe, ik zag tegen dingen op. Ik had geen zin in dingen. En in normale mensentaal heet dat een depressie, maar het is gewoon een beetje lastig om achteraf te beschrijven. Maar wat ik ook heel erg lastig in mijn hoofd vind, is periodes dat ik erg duf ben en moe in mijn hoofd heb. Moe in mijn hoofd ben en erg veel moeite heb om me te concentreren. Uit mijn woorden te komen. Ik heb heel lang gedacht dat ik last had van spreekangst. Achteraf heb ik dat helemaal niet. Maar ik was bang om niet uit mijn woorden te komen. En dan lijkt je zo dom, weet je wel. En dat valt dus allemaal wel mee. Maar waar ik ook heel erg bang voor ben geweest. Dat ik was zo verstrooid en vergat dingen. En wist ineens niet meer hoe het moest. En ik dacht, ik ben een dement worden. En ja, dat kan natuurlijk als je op jonge leeftijd dement wordt. Ja, ik ben nu niet zo jong meer, maar jaren geleden dacht ik dat al. Dan denk ik, oh jee, ik word dement, dat is niet fijn. Maar de volgende dag was het weer over, dus dan denk ik, nou, ik ben vast niet dement. Maar de ene dag denk je, nou, het gaat goed, ik ben helder, het gaat goed. En de volgende dag is het niks of niks, veel minder. Je leert ermee omgaan, maar dat moet je wel leren inderdaad. Dat heb je niet in één keer in de hand. Een balans vinden, die moet je zelf zoeken. Dat krijg je niet met medicijnen van elkaar. Dat is een zware klus die je moet volbrengen. Dat moet je zelf doen. Ik hou heel erg van fotograferen. Maar ik ga er niet op uit, want daar heb ik vaak de energie niet voor. Maar ik wil wel heel graag fotograferen. En dan heb ik allerlei installaties, maak ook op tafel. Ik werk met olie en met water en met zeep, met zeepbellen en lichtjes erbij. En dan maak ik dan de grootste, de mooiste foto's van. En dan ga ik boven op mijn computer zitten kijken, op groot scherm. En dan word ik altijd helemaal verliefd op mijn eigen foto's. Maar niet iedereen hoeft te fotograferen hoor. Ik doe al een aantal jaren vrijwilligerswerk voor SOM. Toen ik net de diagnose had van Hashimoto, dacht ik van ik moet er heel veel van weten. Dus ik kwam op het spoor van de SOM. En toen ben ik eigenlijk heel gauw bij voorlichtingsavonden geweest. En daar zag ik mensen die daar hielpen. En die folders verkochten en mensen die dingen organiseerden. En ik denk, daar wil ik ook wel wat mee doen. Ik dacht, nou, ik ben wel moe, maar dat kan best. Dus ik ben al een paar jaren ben ik daar vrijwilliger. En de laatste tijd met de corona is het zo geweest dat er heel veel digitaal is gebeurd. En daar heb ik heel veel plezier aan gekregen. En daar kunnen we heel verschrikkelijk veel mensen mee helpen. Dat betekent zo één keer in de vier weken, vijf weken, dat we een man of acht op de Zoom hebben. En dan spreken we over algemene schildklierproblemen. Of over specifieke
onderdelen van de schildklierziekte. En wij merken gewoon dat mensen daar heel veel van hebben. En het gekke is, ik dacht ook dat ik zelf eigenlijk al helemaal klaar was met het verwerken van mijn Hashimoto. Maar ik hoor zoveel dingen en dat ik af en toe ook nog weer even erbij stilsta en het even niet meer weglach. Of weglach, dat klinkt heel raar, maar je staat er weer even bij stil en je kan weer verder. Dus de zon heeft mij heel veel gebracht en brengt mij nog steeds heel veel.